Overvallers dringen een woning binnen aan de Dr. de Visserstraat in Rotterdam-Noord. Ze schrikken er niet voor terug om een vuurwapen te richten op een kind van 11 jaar. Donderdag 17 september wordt er rond 10:30 s'avonds aangebeld. Een 11-jarig meisje doet dan open. En het eerste wat ze ziet, het eerste waar ze naar kijkt, dat is een vuurwapen dat op daar gericht staat. Nou, het kind krijgt natuurlijk schrik van haar leven. En voordat ze ook maar iets kan doen, wordt ze al opzij geduwd. En twee mannen dringen de woning binnen. In de woning zijn ook de moeder en nog een kind aanwezig. Zij weten aan de woningovervallers te ontkomen door naar buiten te vluchten. De daders maken zich uit de voeten met een aantal spullen. De een is donker getint met krulletjes en draagt tijdens de overval een blauw trainingspak. De andere dader is licht getint, niet al te lang, en draagt een grijs trainingspak van Nike. Beide hebben capuchons over hun hoofd getrokken. Een 11-jarig meisje dat een vuurwapen te zien krijgt bij het opendoen van de deur. Nou, dat wens je niemand toe, dat is gewoon een regelrechte nachtmerrie. Nou, het spreekt voor zich, wij willen alle woningovervallen altijd heel graag oplossen. Maar dit is er eentje in een categorie die we extra graag willen oplossen. Dit is zo impactvol, dit is zo'n nachtmerrie voor het kind en ook de moeder en ook het andere kind. Dit moet gewoon opgelost worden. De politie doet een dringende oproep aan getuigen om zich te melden, zodat deze gewetenloze daders gepakt kunnen worden. Als er iemand is die iets gezien heeft of iets heeft opgemerkt voorafgaand of na afloop van de overval, dan horen wij het heel graag. Dat geldt natuurlijk ook voor mensen die camerabeelden hebben, daar in die Dr. de Visserstraat. Als die er zijn, een dashcam of een camera die in een tuin staat of iets dergelijks, een glimp van de overvallers is al welkom, want deze heren die moeten echt zo snel mogelijk naar binnen. U kunt bellen met de politie op 0860 70 of met 0800 7000 als u liever anoniem blijft.